Yo, mijn naam is Calvijn en ik ben uitgedaagd door Young Capital om een nieuwe skill te gaan leren. Dat gaan we in de komende afleveringen doen en ik heb er super veel zin in. Goedemorgen, ik ben onderweg naar Joost. Hij pikt mij ergens op hierop. Verkopen kan hij wel, maar op tijd komen vindt hij moeilijk. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Ben jij toevallig Joost? Dat klopt, ja. Alles goed? Zeker, hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Mag ik in de auto stappen? Zeker, kom erin, okay. Man. Zitten we dan? Lieve Joost. Ja. Wat brengt jou in deze auto? Ik werk bij Young Capital. Daar ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het Watchtech Sales. Ik mag ervoor zorgen dat we met allerlei toffe bedrijven gaan samenwerken. Dus jij bent ook sales tijger een beetje. Ja, ik ga het gewoon zeggen. Vertel jij eens wat meer over jezelf, want ik wil eigenlijk wel even wel wat weten van wie ik nou eigenlijk in de auto heb zitten. Oké. Ja, ik ben eigenlijk een maker. En soms doe ik dat in video, soms doe ik dat met muziek, soms doe ik dat met een onderneming of een evenement. Tof. Heb je eigenlijk al wat ervaring met sales? Ik heb wel een beetje ervaring met sales. Ja, wat heb je zoal verkocht? Kijk, ik verkoop, hoe raar het ook klinkt, vaak mezelf. Daar ben ik wel redelijk handig in geworden. Ja, daar begint het ook eigenlijk allemaal mee als je iets wil verkopen. Ja, om jou gelijk al maar even een tip mee te geven. Oké, hij staat genoteerd. Wat gaan we doen dan vandaag? Deze aflevering gaan we langs een expert. Ja. Die weet eigenlijk alles van het overtuigen van mensen. Die heeft heel veel mensenkennis. Oké. En die gaat jou dus ook eventjes op weg helpen. Goed, Joost heeft me afgezet. Goedemorgen. Oké. Mensen zijn niet zo enthousiast als ik vandaag. Goedemorgen! Kijk, deze meneer wel. Ik ga hier denk ik maar gewoon naar binnen lopen en dan gaan we zien wat er gebeurt. Goedemorgen. Goedemorgen, Mano. Ik ben sales expert. Ik kom jou wat dingen leren. Oké. Dus laat maar eens slag. Oké. Mijn naam is Kelvin trouwens. Ken ik al. Je ziet eruit als iemand die goochelt. Correct. Ja, is dat zo? Toevallig ook. Jij gaat me wat bijleren. Ik ga drie principes leren. Eén van, misschien ken je deze truc al. Ja. Er is een klein truc, die kent je opa, die kent eigenlijk iedereen. Maar wat je kan doen, je kan hem ook groter maken. Die is voor jou. Kijk, ik heb er geld verdiend vandaag. Ja, je hebt geld verdiend. Hey, dat is namelijk wederkerigheid. Dat is een van de principes van Chialdini. Okay. En het principe is eigenlijk dat als ik jou iets geef, dat jij geneigd bent om mij iets terug te geven. Ik kom op jouw verjaardag, ik geef jou een cadeau, dan kan je niet op mijn verjaardag komen zonder een cadeau te geven. Ben je een beetje die guy in de vriendengroep? Inderdaad, dan ben je die guy. Die nooit beats bestelt aan de bar. Hey, ik heb nog een truc. Kijk even of deze balletjes echt zijn. Dit lijken bijzonder echte schuimballetjes, sponsballetjes. Stel, je pakt er één. Ja. Je pakt er nog één, we hebben er nog één. Ja. Die stop je er ook in en let op dat ik niet vals speel. Kijk, en de laatste stop je erin. Ja. Dan heb je op dit moment drie ballen. Ja. Drie producten. Stel, jij wil zo'n magisch balletje, dan denk je, er zijn er drie. Ja. Ik kan ook volgende keer terugkomen. Stel, ik knip in mijn vingers, zijn er twee. Stel, ik knip erin, is er nog maar één. En zodra het er één is, dan wil je hem natuurlijk vaak sneller kopen. Want als ik nog een keer in mijn vingers knip, is die weg. En dat heeft ook met bijvoorbeeld schoenen te maken. Kijk, stel je schoenen. Ja, en er is nog maar één. Er is maar één, dan wil je meteen komen. Dan ren je naar meteen die winkel. Niet. Dus eigenlijk zeg je, omdat er maar één balletje is, iedereen in deze zaal wil eigenlijk dit balletje. Ja, jij bent de eerste. En ik ben de eerste die heeft. Jij mag hem nu komen. Ik heb nu de power. Maar als die 80 balletjes hadden gelegen, dan zou niemand het doen. Dan denk je, ik koop er wel zelf één. Oké. Ik ben nog steeds een beetje ondersteboven van wat je allemaal doet hier. Het derde principe van Chialdini is empathie opwekken. Als je iemand spiegelt, dan krijg je al gauw een band. Ook als je leuke dingen met elkaar doet, zeg maar, ik doe een trucje voor jou, jij vindt het leuk, ik vind het leuk. Ja. Dan heb je een band bij. En als iemand iets gunt aan jou, dan kun je ook iets makkelijker verkopen. Mag ik jou hartelijk bedanken voor deze wijze lessen. Jazeker. En deze mindfuck. Ja, geen probleem. Succes nog. Ik ga terug naar Joost. Nou, tot zover mijn eerste les. Ik moet nog een beetje bijkomen van wat er net is gebeurd. Maar ik vond het wel heel leerzaam. Ik vond het wel interessant. En omdat hij die koppeling maakte met goochelen, werd het gewoon een beetje tastbaar. Dus ik vind het wel geinig. Ik hoop dat Joost er nog is. Ik wou kloppen. Wat heb je geleerd zoal? Wederkerigheid, ja? Sympathie, ja? Schaarste. Schaarste, dat ja. Dat heeft hij me allemaal al laten weten door middel van trucjes met balletjes en euro's die hij laat verdwijnen en zo. En hij heeft me ook verteld dat ik een product mag uitkiezen wat ik moet gaan verkopen. Ik dacht, ja, misschien is het geiniger om de kijkers iets in te laten sturen. Ik ben heel benieuwd wat je volgens gaat kiezen. Ik zie jou de volgende aflevering. Zeker. Nog een fijne dag. Jij ook. En blijf sympathiek, hè. Yes, jij ook, jongen. Yo, mooie trui.